Tijdens de openbare vergadering vandaag in DNA heeft ABO-parlementariër Marinus B. bij een punt van orde voor aanvang van de vergadering aandacht gevraagd voor het nijpend tekort aan wiskunde- en natuurkundeleraren op de VOJ-scholen in Marowijne. DNA behandelde de wet huur- en woonruimte. B. merkte op dat de scholieren van het oostelijk district al geruime tijd volledig onderwijs ontberen. Er is een serieuze kwestie met betrekking tot onderwijs in Marowijne. Namelijk, die VOJ-scholen ontberen al geruime tijd natuurkunde en wiskunde leerkrachten. En ja. Ook in de tweede kwartaal van het schooljaar. Maar wat stelt u voor? U wilt onderwijs bespreken. Dus ik zou vragen via u, ik zie de minister van Onderwijs niet, maar om de regering via u serieuze aandacht hiervoor te vragen, want dat is een zeer nijpend probleem en ik denk vanuit het parlement moeten we dan onze stem laten horen. Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur Lilian Ferrier was niet aanwezig in het parlement. Minister André Misikaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting neemt waar op het ministerie, maar was ook niet aanwezig in het parlement. De woordvoerder van de regering, minister Suwarto Mustaja van Arbeid, zei echter dat de regering zou ingaan op de kwestie. DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons deelde het college mee dat Ferrier afwezig was wegens ziekte. Regering, op basis van het punt van orde van lid B, die vraagt dat het parlement aandacht vraagt voor schoolsituatie in Marowijne, geleid ik dit door naar de regering. Als het kan zijn dat later op de dag onderwijs misschien daarop ingaat, of morgen, we hebben morgen ook vergadering. Ik weet dat de minister van Onderwijs enigszins ziek is. Ze heeft een klein ongelukje. Minister Mustaja. Dank u wel, voorzitter. Uw college mee te delen dat inderdaad de collega van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur door ziekte verhinderd is op te treden als zodanig. En we hebben gelukkig een andere minister die voor haar waarneemt, te weten minister Misikaba, neemt voor onderwijs waar. En we nemen ons voor om in de loop van de vergadering u daarom te informeren. Minister Suwarto Mustaja van Arbeid. Geerling-Simons heeft de regering gevraagd het nijpend tekort aan wiskunde- en natuurkundeleraren op de VOJ-scholen in Marowijne zo gauw als mogelijk op te lossen.